Ja, dat denk ik geeft wel extra motivatie inderdaad. Dat je weet van oké, nu kunnen we dichterbij komen. En dat, ja, de eerste helft was dat misschien niet helemaal te zien. Komen 1-0 voor en dan zakt het iets weg. Maar de tweede helft hebben we denk ik niks meer toe overgelaten. En hebben we gewoon sterk de tweede helft gespeeld. Ja, het begin was niet slecht. Jij scoorde, ik ging er dus goed voor zitten. Maar om van PSV te genieten moest ik nog eventjes een minuutje of 40, 50 wachten. Want toen ging het pas aan in die tweede helft. Ja, dat is wat ik zei. We speelden de eerste helft niet goed. We verloren te veel duels, denk ik. We waren slordig in de eindfase af en toe. En we hadden misschien wel, als het wat beter uitspeelde, al 2-3 nog voor kunnen staan. Ik zelf had nog een goede kans. En ja, tweede helft, in de rust heb je het dan met elkaar over. Van, jongens, we laten niet gebeuren wat er thuis gebeurt. Dat 1-1 werd nog op het laatst. Dat willen we niet weer hebben. En dat zag je denk ik ook direct de tweede helft. Jorrit ging goed fel een duel in, veroverde de bal en scoort daarna zelf een mooi goal. Dus dat soort signalen moet je nou afgeven aan het team om iedereen wakker te schudden weer. En wat ik zei, tweede helft was er denk ik niks meer aan de hand verder. We maakten ook een goede 3-0 nog. En dan is het alleen jammer dat je die tegenkool krijgt. Omdat je echt toch graag op de nul wil spelen ook als team zijn. Ja, jullie oogden in de beginfase van de tweede helft alsof jullie in de rust flinke pseudomieter gehad hadden. Nou ja, we hebben elkaar wel even op aangesproken. En dat moet ook. En dat was goed. En ja, dat hoort er ook bij denk ik als je op topniveau wil presteren. En zo zag je ook dat we inderdaad beter die tweede helft in gingen. Ja, een professionele overwinning, geen misstap. Ik denk dat het verhaal van dit midweekse programma natuurlijk het puntverlies van Ajax is. En dat jullie tot een puntje genaderd zijn. Ja, dat is heerlijk inderdaad. Dat is wat we wouden vandaag, nadat de Ajax punt had verloren. En ja, van het weekend zullen we weer zien wat er gaat gebeuren. Wij zullen gewoon onze wedstrijd moeten gaan winnen weer. We zijn al veel wedstrijden te spelen, dus er kan nog zoveel gebeuren. Maar het is weer heel dicht bij elkaar. Ja, jullie na de winterstop in de winning mood. De komende tegenstander is ook in de winning mood. Ja, klopt. Vind ik wel mooi voor ze eerlijk gezegd. Maar ik hoop niet dat ze tegen ons die punten gaan pakken. Nee, want ze zijn de superboeren en die zijn niet opgewassen tegen de boeren lijkt me in het Philipsstadion, normaal gesproken. Nee, dat denk ik niet. Daar moeten wij maar voor zorgen dat wij gewoon die 3 punten in Eindhoven houden. Ja. Ja, één vraagje nog. Je scoort je eerste in 2016, je eerste officiële. Ook een soort opluchting van, dat moet ook gewoon doorgaan, behalve die punten in de titelrace. Nou ja, ik heb al zo vaak gezegd, als scoor ik niet meer en word ik kampioen, dan ben ik ook tevreden. Maar je wil altijd scoren natuurlijk. En het is lekker dat je belangrijk voor het team kan zijn op die manier. En ook nog assist op Jorrit, dat een beetje via mijn schouder, dus dat is een beetje geluk. Maar ja, als iedereen die voetbalt wil belangrijk zijn in dat soort momenten. En dat is fijn dat je inderdaad ook weer gescoord hebt. Ja.